I am a busy mom. I am a busy businesswoman, and I do what it takes to make my dreams come true. I enjoy the way every lovely day done is better than perfect. Goedemorgen, het is maandag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Juliette en ik ben mama en ik heb een webshop. En in deze vlog zie je hoe ik dat combineer. Het moederschap en het ondernemerschap. En nou, vandaag is dus maandag en het is het weekend na Black Friday weekend. Dus we hebben echt heel veel te doen. Dus ik ga snel aan de slag, maar ik wil je eerst nog even wat laten zien. Ik heb een nieuwe deodorant binnengekregen. Het heet Nude. En ik gebruikte al een biologische of natuurlijke deodorant. Dat is We Love the Planet. En dat is dus, ja, in een blikje zit dat. En dat smeer je dan. En daar zitten allemaal geen, ja, slechte stoffen in. Want in normale deodorant zit aluminium. En dat is dus eigenlijk heel erg slecht. En deze Nude, die schijnt nog gezonder te zijn dan deze. Sowieso zit het in een hele mooie verpakking. En het is een heel klein tubetje. En je hebt ook echt maar een ertje nodig. Je hebt in ieder geval heel weinig van nodig. En het is zo gezond dat je het eigenlijk gewoon kan eten, zeggen ze. Dus ik ga dit even testen en dan laat ik jullie binnenkort weten hoe het mij bevalt. En of deze mij beter bevalt dan die van We Love the Planet. Daar ben ik weer. Ik ben inmiddels al een tijdje aan het werk. Het is een uurtje of 12:30 en Nicole heeft al heel veel bestellingen gedaan van het Black Friday weekend. Maar ze werd helaas net gebeld door de kinderopvang dat haar zoontje ziek is. Dat is echt heel erg zielig. Dus die is naar huis. Dus ik ga het verder alleen doen vandaag. Dus gelukkig heeft ze al heel veel gedaan. En heb ik in de tijd dat Nicole hier was de administratie gedaan. Dus dat is ook klaar. Yes, dus nu is het nou, voornamelijk bezig met bestellingen en alle andere randzaken. Dus ik zal even laten zien. Dus de eerste stapel. Nog een stapel. En deze moet ik nog even gaan inpakken. Dus dat ga ik eerst even doen. Nee. Ik ga eerst even lunchen, want vorige keer is het lunchen er ook niet van gekomen en ik vind dat toch wel heel erg belangrijk. En aangezien het toch net even over 12:30 is, is het een goed moment om echt even te gaan lunchen. Dus first things first. Ook nog super leuk, want mijn nieuwe vlog is live met mijn nieuwe jingle. Dus dat vind ik echt heel tof. En ik heb een actie daarop, omdat ik dus 100 abonnees heb bereikt. Geef ik een mooi boekje weg. En het leuke is, er komen echt onwijs veel leuke reacties op binnen. Met onwijs goede ideeën. Dus daar ben ik jullie echt super dankbaar voor. Dankjewel, echt heel leuk. En nou, zondag, tot met zondag kan iedereen meedoen. En maandag zal ik een winnaar trekken. En dat zal ik dan laten weten. Maar ik vind het zo leuk dat zoveel mensen zo leuk reageren. Ja. En bewijs. Een boterhammetje met kaas. Oh ja, en een koffie. Nou, de 4 zakken post staan buiten en ik ga nu Jade ophalen. Het is echt super donker in huis. Hey vriend. Hallo. Zo. Voor Jade even vast een boterhammetje uit de vriezer gehaald. Zodat we zo meteen als we uit de crash komen meteen kunnen eten. Hallo Ru. Nou, de poesjes hebben gegeten. Jade heeft een boterhammetje gegeten. En ik ga voor ons, wat is het, one pot mac and cheese maken. Dus we hebben nog een zak van Marley. En zo. Ik ga hem even uitpakken en voorbereiden. Nou, dit zijn de ingrediënten die erin zitten. En zo gaat het worden. En het is maar 20 minuutjes. Dus dat is... een meevaller, want vaak is het een half uur. Dus ik ga voorbereiden. En het resultaat ziet er wel lekker uit. Hey Debus. Hoi, lieverd. Wat goed? Ja. Mooi. Ja. Ja, ook heel goed. Okay. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. Jij ook. Goedemorgen, het is dinsdag vandaag en het is een combinatiedag. En deze combinatiedag ziet er anders uit. Want eerst ben ik met Jade en vanmiddag ga ik lekker werken. En Sander is er vanmiddag niet, maar opa en oma gaan oppassen. Dus dat is heel fijn. En we zijn nu even aan het ontbijten. Ik heb voor Jade een papje gemaakt. En gaan we zo meteen lekker spelen. Ja, we gaan eten. Er is weer een nieuwe Marley Spoon geleverd. Dus ik ben benieuwd wat er deze keer in zit. Peterseliegarnalen, een madrascurry, maar vegetarische. En wortelcourgette frieters. Het lijkt een soort van viskoekjes, maar dan van groente, denk ik. Nou, lekker. En er zit een cadeautje bij, wat pepernoten. Nou, dat is leuk. Nou, die pepernoten, die lust ik wel. Oh. Dat smaakt heel lekker. Het zijn niet echt kruidnootjes, maar zijn wel echt heel lekker. Oh, er komt net een pakketje binnen van Happy Socks. En ik draag altijd Happy Socks. Sander eigenlijk ook. En voor Jade hebben we er ook een paar. En ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Mijn naam staat erop, maar ik weet van niks. Maar ik heb wel een klein vermoeden dat het misschien een Sinterklaas cadeautje is. Ja. Ach. Kijk dan, hoe schattig. Voor Jade, zo cute. Ja, en nu weet ik het weer. Mijn zusje zei dat er een cadeautje zou komen vandaag voor Jade. Dus, nou, super leuk. Ik zit in de auto. Ik ga Jade ophalen. Die is bij opa en oma. En ik heb vandaag bestellingen verwerkt. En verder weinig gedaan. Ik was zo ontzettend moe. Ik weet niet, ik denk natuurlijk ook door zo'n heel druk Black Friday weekend. Want Black Friday was natuurlijk begonnen om 12 uur 's nachts op donderdag op vrijdag. Dus toen werd het natuurlijk heel laat en alleen maar inpakken natuurlijk, wat super tof was. En zaterdag Sinterklaas nog gevierd. Dus het is best wel een heel druk weekend geweest. En gisteren dan Nicole die eerder wegging. Waardoor ik toch meer moest doen dan ik eigenlijk in de planning had. Dus ik heb er ook een beetje van genomen vandaag. Eventjes een klein beetje ontspannen op de bank. Ja, de ligt op bed en ik ga even wat eten maken. Sander die is in Groningen voor zijn werk. Dus die slaapt vannacht niet thuis, die slaapt daar. Dus ik heb me-time. Maar goed, ik moet ook nog onwijs veel huishoudelijke dingetjes doen. Dus ik begin eerst even lekker met een quiche, geitenkaas en courgette. En daarna ga ik dit een beetje opruimen. De vaatwasser uitruimen en dan weer opnieuw inruimen. En even eten voor Jade voor morgen voor de crash klaarzetten. En daarna plof ik lekker op de bank. Ik kan het wel goed gebruiken. Ik ben benieuwd hoe lang ik het volhoud. Maar goed, dit is woensdag vandaag. En vandaag is normaal gesproken mijn mamadag. Maar Jade gaat vandaag naar de crash. Want ik heb al mijn wisseldagen eigenlijk ingeruild voor alle komende woensdagen aan het eind van het jaar. Omdat ik natuurlijk weet dat het in de webshop heel erg druk is. Dus dat ik die tijd goed kan gebruiken. Goedemorgen schatje, ben je lekker wakker aan het worden? Hey, wat een licht hè? Heb je lekker geslapen? Lekker geslapen. Ik ben lekker aan het werk en ik heb zo'n lekker plekje voor mezelf gecreëerd. Ik heb de stoel hierheen geschoven en dan ga ik hier zitten. Lekker met de voetjes op de verwarming. Oh, dit is echt een topplek. Nou, computertje bij de hand en ik heb hier al... stationary dingetjes en ben ik lekker mee bezig. En ik doe het ook een beetje rustig aan. Want ik heb natuurlijk zulke drukke dagen achter de rug gehad dat het ook echt niet erg is om even rustig aan te doen. Moet ook kunnen. Het is niet dat ik niks doe, maar het is ook niet dat ik me super productief voel. En het is oké. Ik ben er helemaal oké mee. Er wordt net een pakketje bezorgd. Dit is een boek volgens mij wat ik besteld heb. Yes, daar is die. Road to Freedom, de 4-urige werkweek in de praktijk. Dit boek is gebaseerd op het boek van Timothy Ferriss, de 4-hour workweek. Wat ik een heel tof boek vind, want hoe cool zou het zijn als je maar 4 uur in de week hoeft te werken. En dan genoeg verdient om je gezin te kunnen onderhouden. Nou, dat is iets wat mij wel heel erg lekker lijkt. Dus ik heb dit boek besteld. En ik heb volgens mij alleen de verzendkosten hoeven te betalen. Dus dat is heel relaxed. Ik ben heel benieuwd of het echt wat belooft. In het eerste deel neemt de schrijver eigenlijk mee in zijn verhaal naar zijn weg naar de 4-urige werkweek. En in deel 2 is het een verhaal over een roadtrip van 6 maanden die hij door de USA heeft gemaakt. Dus hoe hij de 4-urige werkweek in de praktijk doorbracht. Dus gewoon reizend. Nou, hoe cool is dat? Dit is een must-read wanneer je zelf de regie in handen wilt nemen en je eigen leven naar wens wilt vormgeven. Nou, omdat hij was maar echt... Dus alleen de verzendkosten. Dus dat is altijd leuk om een boek voor €5. Ik weet dus niet of het een goed boek is. Maar ik zal het linkje hieronder even in de beschrijving zetten. Dus als je het ook wat vindt, dan kun je daar ook mee aan de slag. Ik zou hem zeker bestellen. Mocht ik het boek uit hebben, dan laat ik jullie natuurlijk sowieso weten hoe het was. En wat ik eruit gehaald heb. Al weet ik niet of ik de komende weken heel veel tijd heb. Omdat natuurlijk de feestdagen eraan komen. En het steeds drukker wordt in de webshop. Dus dat first things first, hè. Of misschien moet ik gewoon wat minder Netflixen 's avonds. En dan een boek lezen. Kan ook. Al vind ik het best wel lastig om 's avonds... ook weer iets met mijn hersenen te doen. Want ik vind het heel lekker als ik de hele dag gewerkt heb. Om 's avonds juist iets passiefs te doen. Om een beetje richting ontspanning te gaan. En richting bed. Eigenlijk. Om daarop voor te bereiden. Dus dan vind ik lezen altijd wel heel lastig. Super tof. Ik had net op Instagram gereageerd op een berichtje van Eelco de Boer. En hij is echt een bekende ondernemer in Nederland. En... ja, ik vind hem echt heel tof. En ik had hem even een berichtje gestuurd. En toen hebben we even gechat. En toen heeft hij me gewoon echt geholpen met een paar goede business ideeën. Ik ben echt zo blij mee. Dus er zijn echt wel mooie dingen waar ik straks naar de feestdagen mee aan de slag kan voor My Lovely Notebook. Dus dat is echt... Ja, ik ben echt heel blij en opgewekt. En het is zo fijn om even inspiratie ergens vandaan te halen. Gewoon even extern. Iemand die het even anders ziet. Dus ja, super cool. Nu ben ik aan het inpakken. Ik ben de laatste pakjes aan het doen. Kaartjes aan het schrijven. En dan gaan ze met de post mee. En dan ga ik Jade weer ophalen. Ja, nou, een prima dag vandaag. Best veel verkopen. Ik heb niet super hard gewerkt. Maar ik heb wel echt dingen gedaan. Dus het is ook niet dat ik niks gedaan heb. Dus, nou, ik... Ik ben wel tevreden over mezelf vandaag. Hoi, het is donderdag en ik ben alweer eventjes aan het werk. En ik ga nu even lunchen en ik ga een vegetarische bapao maken in de magnetron doen. En ik heb vanochtend met de webjongens contact gehad. Want ik heb een namenmachine gekocht gisteren. Ik heb het eindelijk besloten om te gaan doen. Dus je kan vanaf nu notitieboeken personaliseren met je naam. Dus wordt het erin gepreegd. Blinddruk of met folie. Dus dat is wel heel erg tof. Maar daarvoor zijn aanpassingen op de site nodig. Want je moet natuurlijk de optie kunnen aanvinken. Dus daar ben ik vandaag mee bezig geweest. En verder ga ik zo meteen weer bestellingen doen. En ook bestellingen bij leveranciers. Dus ik ben nu echt de allerlaatste bestelling aan het doen. Ja, om de feestdagen in te gaan. Want ik had natuurlijk alles al goed op voorraad. Maar ja, het is natuurlijk zo druk geweest dat ik dingen weer mag aanvullen. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar eerst even lunchen. Nou, daar is hij dan. Hot and steamy. Wat een grote helper ben jij. Ja. Wie ga je bellen, lieverd? Wie ga je bellen? Hey, het is vrijdag en ik heb nog geen make-up op zoals je kan zien. Ik ben heerlijk aan het werk en ik ben bezig met mijn reflectie van afgelopen maand. Want het is natuurlijk 1 december. En dan blik ik even terug op afgelopen maand. En wat is het een mooie, goede maand geweest. Er zijn echt heel veel memorabele momenten die ik heb opgeschreven en vastgelegd. Zodat ik daar, als ik dat over een jaartje teruglees, weer eens even stil kan staan. En wat me heel erg helpt om mijn eindejaarreflectie te doen. Omdat ik dan elke maand een beetje heb opgeschreven, kan ik aan het einde van het jaar echt even goed zien wat ik dan eigenlijk allemaal bereikt heb. En november was echt mijn beste maand ooit voor mijn bedrijf. Black Friday was echt supergoed. De Facebook sale was supergoed. Maar daarnaast heb ik ook gewoon heel veel leuke dingen gedaan. Zoals Sinterklaas gevierd met mijn vrienden. Werd Jade 1 en hebben we haar verjaardag ook groots gevierd. Zijn we naar Glow geweest. Ben ik met Sander naar een concert geweest. Nou ja, kortom. Heel veel leuke dingen. Dus daar heb ik even bij stilgestaan vanochtend. En nu ga ik nog even een kaartje schrijven. Ik heb al heel lang dat ik iemand een babykaartje moet sturen. En ik vond deze wel echt heel leuk. You made a tiny human. Dus die ga ik even schrijven en versturen. En verder, eigenlijk een beetje dingen afronden voor het weekend. En nog wat dingen op de site vanwege het personaliseren wat nu mogelijk is op notitieboeken. Dus dat. Ik ga verder. Snel. Oh ja, en Sander heeft vet lief net een cappuccinootje voor me gemaakt. Dus daar ga ik ook nog even van genieten. Nou, de bestellingen zijn allemaal klaar, dus die worden zo meteen opgehaald door PostNL. Sander is Jade nu ophalen. En ik gebruik even dit, 10 minuten, kwartiertje, om te beginnen aan mijn vlog. Want ik heb best wel een druk weekend en alles wat ik al gedaan heb is mooi meegenomen natuurlijk. Ik ga zo meteen lekker quesadillas maken. En we gaan een beetje relaxen. Ik denk dat we verder gaan met zoets, want dat zijn we aan het kijken. En gewoon het weekend beginnen met een wijntje en quesadillas en Netflix. Nou, ik heb er nu al zin in. Ja, je kan ook wel weer zien wie er in charge is van de open haard op dit moment. Of de dichte haard. Ik was even niet goed aan het opletten. Dus hij moet weer eventjes. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en wij zijn al helemaal lekker gedoucht en aangekleed. En Sander is even naar de bakker, lekker brood halen. En we hebben een drukke dag vandaag. Nou ja, in ieder geval, ik heb een drukke dag. We gaan zo meteen eerst even naar de intratuin voor een kerstboom. Het is vandaag 2 december. Ja. En aangezien wij geen Sinterklaas vieren en kerst heel leuk vinden, in ieder geval de gezelligheid van de kerstboom en de lampjes, gaan wij hem al halen en dan kunnen we hem morgen optuigen. En daarna ga ik naar Amsterdam. Want ik heb met de vriendinnetjes afgesproken. We gaan er een gezellig middagavondje van maken. Een vriendinnetje van mij die in Canada woont is nu in Nederland. En dat gebeurt niet heel vaak. Dus we gaan eerst met z'n allen naar de pedicure. En daarna gaan we lekker eten en drankjes doen. En het is in Amsterdam. En ik weet nog niet of zo goed of ik blijf slapen. Maar ik heb in ieder geval met mijn vader geregeld dat als ik zou willen blijven slapen, dat kan. En dan gaan Sander en Jade gezellig met z'n tweeën vandaag. En ik was vanochtend om 6:30 wakker. Toen heb ik eerst een visualisatie gedaan van een half uur. En daarna ben ik mijn vlog gaan monteren. Dus die heb ik ook voor een groot deel al klaar. Dus dat is al fijn. Morgen alleen de finishing touch te doen en dan uploaden. Zeg maar dag! Ik ben niet... Kijk, dit is echt een voordeel dat we niet meer de kinderwagen hoeven mee te nemen. Dat ze gewoon lekker in een karretje kan. En daar is papa. Is gelukt. We hebben een hele mooie boom uitgekozen en die gaan we straks eventjes in het water zetten en morgen gaan we hem optuigen. Superleuk. En we hebben nog meer dingetjes gekocht, want ik heb van die raamstickers gekocht van Frozen. Eerst heb ik al even opgeplakt. En ik had er ook nog wat met sterretjes gekocht. Even kijken of we daar iets leuks mee kunnen doen. Wat sokken met anti-slip voor Jade. Gewoon lekkere huissokken. En we hebben weer de intratuinagenda gekregen. En hij is echt heel mooi dit jaar. We hebben deze gewoon als gezamenlijke agenda in de keuken liggen. En hij is echt heel mooi. Dus handig. Oh ja, en nog voor die doekjes voor in de auto. Een pedicurebehandeling gehad en daarna hebben we lekker kazelnu gegeten, mijn allerlievelingseten, en lekker wijntjes gedronken. En omdat het en wat laat was en ik wat vermoeider ben natuurlijk vanwege deze drukke periode, en omdat er een beetje ijzel, code geel was voorspeld, vond ik het niet verantwoord om gisteravond laat nog naar huis te rijden. Dus ik ben lekker bij mijn vader blijven slapen. Was ook heel gezellig. Heeft vanochtend een lekker ontbijtje voor hem gemaakt. Een lekker ouderwets omeletje, net als vroeger. En nu ben ik onderweg naar huis. We gaan de kerstboom optuigen met een gluwijntje en de open haard aan. Super, daar heb ik echt heel veel zin in. En we krijgen nog bezoek. En zoals je kan zien heb ik nog een haarband om en handschoenen aan. Want het is echt koud aan het worden. Echt, ik hou niet zo van kou. Niet echt mijn ding, dus ik probeer altijd een warme sjaal, een hele warme jas, handschoenen en zoveel mogelijk te bedekken om mezelf maar warm te houden. En gelukkig doet de verwarming het inmiddels al, dus ik kan zo meteen laagje voor laagje gaan afbellen. De kerstboom die staat en deze gaan wij vandaag versieren en hij is echt al zo mooi van zichzelf, want ik vind hem echt best wel mooi uitgebalanceerd. En voor de occasion heb ik alvast mijn kersttrui aangetrokken. Want we gaan nu de kerstboom optuigen met een glühwijntje erbij. Ik ga de open haard aan doen, dus we gaan er echt een kerstige dag van maken. We hadden net bezoek en dat was heel gezellig en die zijn weg. Dus nu is het tijd om de boom af te tuigen. Zien is de kerstboom klaar en hij is echt heel erg mooi geworden. We zijn echt heel erg blij mee. Ja, je ziet het nu niet zo goed, maar nou, het is echt super. Het is echt een eye-catcher, mega kerstboom. Het is nu zondagavond en ik ga de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik vond het echt super leuk dat je weer helemaal tot hier gekeken hebt. En ben je nog niet geabonneerd, doe dat vooral eventjes. En ik hoop je volgende week weer te zien bij een nieuwe vlog. Doeg!